Het is een van de meest brute overvallen van de laatste tijd. Die van gisteren in Amsterdam-Zuid op een hoogbejaard echtpaar. Twee verklede mannen belden aan bij het stel. Ze werden binnengelaten en de slachtoffers kregen klappen. Beide slachtoffers, 86 en 87 jaar, werden vastgebonden en liggen nu in het ziekenhuis aan de hartbewaking. De daders wisten te ontkomen met geld en spullen. En de zoon van het echtpaar heeft nu 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Hij kan er nog steeds niet bij. Het blijkt dus dat die twee managers dan binnenkwamen onder de mond van politie. Mijn vader is er dan volgens zijn zeggen badkamer ingeslagen. Ze bleven maar slaan. En mijn vader gezegd dat hebben ze ook een pistool op hun gericht, op het hoofd. En mijn vader, nou, als je blaast, laat ik maar zeggen, valt hij om. Dus waarom die mensen niet alleen maar hun beroofd hebben, maar daarna nog behoorlijk toegetakeld hebben. Nou, ik kan zeggen, mijn vader kan ze voor geen meter verweren. Gewoon een schandaal. Echt schandaal. Ik heb dus dan een beloning uitgeloofd van 10.000 euro. Om misschien de daders toch wel iets sneller te kunnen pakken.